I think it looks more serious if it's a bit longer. So for my preference, I just would say like 15 to 20 centimeters or so. Terwijl mijn dikke benen zou veel meer opzienbaren. To just hide everything. What's your opinion about teachers wearing shorts? I don't really think that it makes a difference on their teaching. Ik zou het zelf niet doen, laat het zo zeggen. I think it depends a lot by the kind of weather that is in that situation. Ik vind het zelf van niet. Ik vind dat het afleidt. Ik vind dat je een bepaalde uitstraling en een voorbeeldfunctie hebt als docent. En nou, dat je dat ook moet laten zien. Dus nee, voor mij niet. Nee, zowel mannen als vrouwen niet. Dat mensen daar dan naar zitten kijken, terwijl het doel is om de stof goed over te brengen en te motiveren. Dus je moet helemaal niet qua kleren de aandacht daarvan aftrekken. Maar als het gewoon een studentengroep is, een groep die je kent en het is heel warm weer en dat je dan een keer in je korte broek staat, ja, ik vind dat kan. They can wear whatever they want as long as it's appropriate and as long as it's covering like what it needs to cover. But I think shorts are totally okay for teachers to wear. It shouldn't be too short, so like it shouldn't take my eyes on their outfit. It like should hide most of their private body parts. Ik vind het wel belangrijk dat de kleding ook niet te veel afleidt. Ik denk dat dat uiteindelijk het criterium is. Het idee dat je als docent toch een organisatie vertegenwoordigt. En dat daarbij een bepaalde code hoort. Wat mag dan bijvoorbeeld wel en wat niet? Waar ligt de grens? Nou, als ik naar mezelf kijk, dan is het met, zelfs al met blote armen, daar hou ik rekening mee. Dat ik gewoon wel mouwtjes heb. Zeker geen naveltruitjes. En ja, het stukje waarin je laat zien dat je representatief bent voor de doelgroep waar je voor staat. Kijk, er zijn natuurlijk altijd wel geschreven en ongeschreven regels hierin. Hè? Maar vooral de ongeschreven regel is denk ik ook dat je, als ik het zo mag zeggen, het algemeen fatsoen naleeft. Nogmaals, omdat je een bepaalde positie bekleedt, wat niet iedereen bekleedt. Dus per se een heel kort naveltruitje zou ik denk ik gewoon minder doen. En als je het in je vrije tijd doet, is helemaal prima. Maar niet in de rol waar je dan staat. Wat doet mijn kleding met de ander? En wat doet de ander met zijn kleding met mij? Ik vind wel dat we met elkaar daar in verbinding moeten staan en niet zomaar eigen lijn moeten trekken, want juist oog voor de ander is denk ik wel heel belangrijk. Boys as well, like too short, like maybe too like sports clothes, like sports shorts, maybe it's not too appropriate in a lesson. You could wear some tops and shorts if you feel confident, but it should be appropriate. I mean, we're studying here and it's not free time, so you should have in mind while you choose your outfits. When it's hot outside or something else, I think it's not distracting. So just wear what you want. En wat verwacht u dan van de studenten? Helemaal niks. Die mogen gewoon aan wat ze zelf willen. Kan mij niet schelen. We get told as a woman that we're distracting, but just our body, that's just how we were born. So when it's hot, I think we just have the right to feel comfortable. Mij leiden ze niet af daarmee. For example, like flip-flops for me, we can take that as an example. Maybe in a class or like in university, maybe it's not the best. Like you can wear that as well, maybe in the beach or when you go out with your friends. I think a belly is not distracting at all. Or like your toes if you're in flip-flops. I don't think that's distracting. I'm wearing flip-flops actually. Yeah, that's fine. I mean, that's a good weather. You see, as I said, it's also depend on the weather. So.